tips om je geheugen te verbeteren. Je geheugen is een van de meest complexe en belangrijke onderdelen van je hersenen en dat is waarom het handig is om te weten hoe het werkt, ook al zijn er nog steeds sommige dingen over die niet duidelijk zijn. Bovendien is geheugenverlies heel normaal wanneer je ouder wordt, vooral als we ons niet focussen op hoe we het kunnen tegengaan. In dit artikel zullen we proberen een aantal tips te geven hoe je je geheugen kan verbeteren. Volgens verschillende onderzoeken kan chocola je cognitieve functies flink verbeteren wanneer je het puur eet. Cacao bevat een grote hoeveelheid flavonoïden, die een hoop voordelen voor je gezondheid hebben, vooral voor het verbeteren van je geheugen, verlagen van de bloeddruk en het voorkomen van diabetes. Luister naar geluiden wanneer je slaapt. Volgens onderzoeken uitgevoerd in Duitsland kun je als je tijdens het slapen naar geluiden luistert, die gesynchroniseerd zijn met het ritme van langzame hersengolven, de golven versterken en daardoor je geheugen verbeteren. Te hard geluid kan niet alleen je oren beschadigen en doofheid veroorzaken, maar het kan ook je geheugen aantasten. Door experimenten met ratten, liet men zien dat overdreven hard geluid de hersencellen die verbonden zijn met deze twee cognitieve functies kan aantasten. Om schade op celniveau te veroorzaken, is 2 uur overdreven hard geluid al voldoende, wat een intensiteit tussen de 95 en 97 decibel kan zijn. Naast dat het belangrijk is voor je figuur, de gezondheid van je hart, je bloedvatenstelsel en nog veel meer, is dun zijn ook belangrijk voor je geheugen. Volgens verschillende onderzoeken is bevestigd dat de eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de metabolisatie van buikvet ook verantwoordelijk zijn voor een aantal functies op het gebied van geheugencontrole en het leervermogen. Er een molecuul dat werkzaam is binnen de hersenen en lever en voor beide verantwoordelijk is. Deze molecuul heet PAR. Wanneer je buikvet moet kwijtraken, raak je ook herseneiwitten kwijt, waardoor je je geheugen beschadigt. Daarom is het belangrijk dat je het vet in dit onderdeel van je lichaam in de gaten houdt, aangezien de PAR voor dan volledig benut kan worden in de hersenen en daardoor problemen in dit onderdeel van de hersenen op kan lossen. Deze activiteit wordt altijd aanbevolen voor het verbeteren van je geheugen of om het geheugenverlies te vertragen. Het is erg belangrijk om je hoofd bezig te houden en af te leiden van problemen die je gezondheid kunnen beïnvloeden. Wanneer je je hersenen traint, dan help je ze sterker worden en zorg je dat ze functioneren. Een van de meest simpele manieren is om een aantal uren per dag te spenderen aan woordzoekers, kruiswoordpuzzels en elke activiteit die ervoor zorgt dat je geheugen aan het werk wordt gezet.